Duizenden mensen uit Bennekom en omgeving hebben hun middelbare schooltijd doorgebracht op de Vossenvelder MAVO in Bennekom. En de meeste van hen haalden daar ook een diploma. De school werd op 4 januari 1962 in gebruik genomen en heette in het begin nog de derde christelijke ULO. Pas in 1974 kreeg de school aan de Robert Kochlaan de naam Vossenvelder. Midden jaren 90 fuseerde de school en heette die officieel CSG Het Streek Locatie Bennekom. Maar in de Bennekomse volksmond bleef het gewoon de Vossenvelder MAVO. Twee tastbare herinneringen van de school, zoals het kunstwerk wat op de buitenmuur zat en de letters Vossenvelder, kregen al eerder een nieuwe plek. Op vrijdag 21 juni kreeg ook de eerste steen uit november 1960 een nieuwe plek en wel precies daar waar de Vossenvelder MAVO vroeger ook stond, maar nu in het gastenhuis. Dit is een huis voor mensen met dementie en wordt gerund door zorgechtpaar Carolien en Edwin Rienstra. Zij hebben in de centrale entree, de eerste steen van de Vossenvelder, een plekje in de vitrinekast gegeven. En hier is de laatste plek van de eerste steen. Dat is een mooie steen. Meneer Van Norel, of mag ik Wim zeggen? Liefst Wim. Voor de leerlingen was ik meneer Van Norel. En nog liever meneer Norel. Wat is er precies gebeurd? Vandaag? Ja. Het begint voor mij eigenlijk met de letters Vossenvelder. Dat ik die een plek wilde geven op de nieuwe school. Nou, dat ging niet door. De schoolleiding daar vond dat geen goed idee. Uiteindelijk is dominee Meijer hier in Bennekom erop gedoken. Roel Hartman is erin gedoken. En we hebben twee dingen gedaan. De letters Vossenvelder zijn aan de Robert Kochlaan op het gebouw wat daar staat bevestigd. En het kunstwerk is bij de gereformeerde kerk in het centrum aan de Brinkstraat, bij het kerkcentrum, is dat aan de buitengevel bevestigd. En toen kreeg ik een half jaar geleden de vraag, joh, we hebben die eerste steen. En ja, waar kunnen we die stallen? En toen dacht ik van, hey, zou dat ook niet op het terrein van Vossenvelder kunnen? En zo ben ik hier, Robert Kochlaan nummer 2 heb ik aangebeld. Daar woonden Caroline en Edwin. Ik kende ze niet, ik kende het gasthuis ja, vanuit de krant. Maar verder was ik daar niet zo mee bezig geweest. En zo is het gelukt om die eerste steen uit 1960, om die een hele mooie nieuwe plek te geven. En ook de letter C van Christelijke MAVO Vossenvelder, die ik zelf gekregen had bij mijn afscheid, die staat nu ook in de vitrine hier in de hal bij het gasthuis. Wordt het een soort bedevaartsoord voor oud-leerlingen? Ja, dat zal het niet worden, want de bewoners die hier wonen zullen dat niet prettig vinden. Die hebben behoefte aan heel veel rust. Maar heel veel Bennekommers die hier binnenlopen zien de vitrinekast. Het komt ook in de krant. En, nou, we dragen het nu ook uit aan heel Ede en omgeving. Dus het is wel bekend. Het belangrijkste vind ik dat het een plek heeft gekregen. Ik hoorde net dat de eerste steen bijna was weggegooid. Hoe is dat verhaal gegaan? Nou ja, weet je, het is natuurlijk de school stond leeg al een poosje. Die werd toen, en dan het schoolleven gaat verder op een andere plek. Mensen zwermen uit. En dan is het, voordat je het weet, is zo'n school afgebroken. Ja, er wordt dan niet zo bij stilgestaan. Dus ja, dan is het fijn dat er mensen zoals Kees Heiting alert zijn om zo'n steen toch te redden. U bent zelf oud-leerling geweest van de Vossenvelder. Klopt. En oud-docent, heb ik begrepen. Ook. Hoe zou u de school willen omschrijven? Wat voor school was het? Toen ik zelf naar school ging, echt een dorpsschool voor mijn gevoel. We hadden wel leerlingen in de klas uit Ede-Zuid, maar het was wel echt een dorpsschool. Toen ik terugkwam, jaren later als docent, toen was dat ook nog wel een beetje zo. Maar langzaam maar zeker werd het ook wel een streekschool. Toen ik net terugkwam in 1987 of zo, toen hadden we nog een uur en 5 minuten middagpauze. Want dan gingen de kinderen tussen de middag nog warm eten. Nou, dat werd al vrij snel afgeschaft. Was het een strenge school? Het was wel een strenge school. Het was wel een school waar duidelijkheid was. Ook streng christelijk? Nee. Heb ik niet zo ervaren. Het was wel een duidelijk uitgesproken identiteit.
Er werd wel 's ochtends gebeden en uit de Bijbel gelezen. En we kregen zo'n dagopening elke ochtend. En er waren wel collega's die tussen de middag ook baden en aan het eind van de dag baden. Er waren ook wel collega's die dat niet zo trouw deden. Maar het was wel echt een christelijke school. En zeker in die tijd dat Loek van der Leden er werkte, stond het in Bennekom ook wel een beetje bekend als de EO-school. En waarom dan? Nou, Loek van der Leden was pianist bij de EO. En het MAVO-koor mocht nog wel eens optreden op de televisie. We waren best wel streng. Maar er kon ook heel veel. En we waren altijd in voor buitenschoolse dingen. Schaatsen, zwemmen, langlaufen in het Sauerland. Grote schoolavonden met cabaret, zang. We hebben fancy fairs gedaan. Dus het was een school met meer dan één lesgever. We hebben heel veel dingen gedaan. En het was dus voor de kinderen een hele warme school. En ik moet er altijd bij zeggen, voor de meeste kinderen. Nou, u bent zelf de schoolleiding geweest, ja, hè? Ja. U woont zelf nog in Bennekom. Ja, ja. U heeft natuurlijk ook wel eens leerlingen de klas uitgestuurd, ja, strafwerk nog gegeven. Ja, ja. Misschien moeten schorsen. Ja, ook. Ja. Van school moeten sturen. Ja. Ja. Groet is u nog altijd vriendelijk in Bennekom? Ja, ja. Want ik heb het altijd wel geprobeerd zo eerlijk mogelijk te doen en vooral het uit te leggen. En als je dingen uitlegt en kunt uitleggen met je hart doet, dan kunnen ze wel even boos zijn, ze kunnen wel even verdrietig zijn, maar ze houden wel respect voor je. Bij de NPO hebben we het programma Het Mooiste Meisje van de Klas. Ja. Als u nou nog een oud leerling zou mogen nomineren, wie zou dat dan zijn? Een oud leerling die het mooiste meisje van de klas was. Ja, dat was Anke Windhorst. Daar had ik al een oogje op toen ik op de basisschool zat. In mijn tijd heette dat nog lagere school. Dochter van de bakker. Als u iemand zou mogen nomineren, wie zou dat dan zijn van de Vossenvelden? Oh, het mooiste meisje van de klas, ja. Ja, weet je, ik kan natuurlijk een heidekoningin noemen. Monique van Dinteren is ook later collega, was ook bij mijn afscheid erbij. Heeft ook opnames gemaakt. Ik vond Monique altijd een hele mooie leerling. Maar eigenlijk, al die leerlingen, al die duizenden leerlingen die ik heb gehad, waren mooie mensen. Ik zag net een hele hoop oude klassenfoto's liggen. Zijn alle foto's nog van alle jaren? Ik heb net begrepen dat er één doos waterschade opgelopen heeft. Maar ik denk dat er nog wel heel veel klassenfoto's zijn. En op internet zwerven ook heel veel klassenfoto's op Facebook. Dus ik denk dat je een heel eind komt. Mist u de school een beetje? Ik heb net nog gevierd dat ik geen examenwerk naar hoefde te kijken. Want dat was bijvoorbeeld een van die dingen aan het eind van het schooljaar als je moe was. En dan nog correctie en tweede correctie. Dat vond ik altijd werd wel een belasting. Dus ik ben blij dat ik gepensioneerd ben.